Ik sta op vrijdagmiddag hier in Wagenberg in de sporthal. Want hier gaat dadelijk iets heel bijzonders gebeuren, namelijk de start van de beweegscan. Ik weet echt niet wat het is, dus gelukkig heb ik een aantal dames hier bij me die me daarbij kunnen gaan helpen. Jullie zijn van de organisatie, of hoe moet ik dat zien? Ja, wij hebben de beweegscan opgezet. Ellie van Thebe Thuiszorg, Roos van Fysiotherapie Ter Heide en ikzelf, José van der Laar van Fysio Wagenberg. En we doen dit in samenwerking met de huisartsen van Wagenberg en Ter Heide. En samen met Surplus en met Thebe Extra. Gaat het nu om alleen maar bewegen, Ellie, of is het toch iets meer als alleen maar de beweegscan? Nou, bewegen is een doel ervan. Het belangrijkste is ook dat mensen, de sociale samenhang. Want bewegen is niet alleen belangrijk, maar ook samen iets doen, waardoor het maatschappelijke samenhang heel belangrijk is. Roos, waar past dan de huisarts in heel dit plaatje van bewegen en sociaal bezig zijn? Nou, het scannen of je wel of niet toe bent aan bewegen. Dus dadelijk gaan hier mee, want er komen hier nog steeds allerlei mensen binnenlopen. Dadelijk gaan mensen aan de slag. Gaan die langs stationnetjes of hoe gaat er dat uitzien, Jozef? De mensen gaan inderdaad langs verschillende stations. Eerst schrijven ze zich in. Dan lopen ze door naar de huisartsen. Daar wordt een test gedaan op lengte, gewicht, BMI wordt dat dan. Hartproblematiek, suiker. En daarna lopen de mensen door en dan wordt er een test gedaan op balans, kracht en conditie. En daarna is het in de mogelijkheid om te evalueren wat de score is. En wordt er advies gegeven. En het kan zijn dat er advies gegeven wordt om bijvoorbeeld meer te bewegen. En dan is er een tafel waar de buurtsportcoach staat. En die gaat uitleggen wat voor beweegmogelijkheden er allemaal in Drimmelen zijn. En er zit vast wel iets bij wat de mensen willen gaan doen. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, als ik het zo hoor, is het een veelomvattend programma. Jullie doen dat nu vandaag voor het eerst volgens mij. Wat moet ik daarbij voorstellen? Is het dat een uurtje inloop of is dat heel de avond nog? Of hoe gaat er dat uitzien, Ellie? Ja. Nou, we beginnen om 4 uur en we gaan door tot 7:30. En het is de bedoeling, als er genoeg animo voor is, dat we het project ook gaan doen in Zwaluwe en in Maarden. Dus er komt misschien wel een vervolg op. Dat betekent dat ik me er misschien ook nog wel aan moet onderwerpen, want ik woon in Maarden. Ik ga even kijken wanneer het is. Misschien ga ik dan op vakantie. Nou, jullie hebben het druk. Jullie zeiden net al van ja, we staan te trappelen om te beginnen. Dan laat ik jullie nu gaan. Dames en heren, goedemiddag. Heel hartelijk welkom hier op de Beweegscan in Wagenberg. Een prachtig initiatief van eigenlijk 3 enthousiaste mensen op het gebied van bewegen en leefbaarheid. En fitheid moet ik zeggen. Hier in onze gemeente Drimmelen. Huisartsen zijn vertegenwoordigd. Ik heb de buurtsportcoach al rond zien lopen. Dus eigenlijk alles wat met bewegen te maken heeft, dat is hier eigenlijk vanmiddag. Heel leuk dat u er allemaal al bent. Ik hoop dat tot vanavond 7:30 nog veel meer mensen uw voorbeeld zullen volgen om hier die scan te gaan doen. En ik wens u allereerst heel erg veel plezier. En daarna ook heel erg veel plezier met bewegen en het volhouden ervan. Veel succes vanmiddag. Ik zie jou de hele tijd met een apparaatje hier aan de slag en enge naalden en zo. Wat zit jij te doen hier in dit station? Ik ben de bloedsuikers aan het aantal meten. En bloedsuikers, dat zegt iets over of je suikerziekte hebt. Suikerziekte hebt, inderdaad. Ja, ja. En kun je daar wat meer over vertellen, suikerziekte? Wanneer heb je suikerziekte? Wanneer is het te hoog? Het scheelt een beetje wanneer je het prikt. In principe nuchter moet de suiker onder de 7 zijn. Maar nu prikken we natuurlijk in de loop van de dag. Mensen hebben al gegeten en dan moet die onder de 7,8 zijn. Inmiddels ben ik bij het 2 station aangekomen. Mag ik vragen aan jou wat jullie hier doen? Jazeker, we meten het gewicht, de lengte en de buikomvang. En daaruit komt een BMI-waarde. En dat zegt weer iets of iemand overgewicht heeft, ja of nee. BMI, dat ken ik van het sporten en van sportscholen en zo. Is dat een of ander getalletje? Ja, een waarde zeg maar. De lengte en het gewicht en daaruit komt dan een som. En die som zegt iets over of iemand overgewicht heeft, ja. Wat doen jullie in dit station? Wat wij hier doen is de handkracht meten. En de handkracht geeft eigenlijk ook de spierkracht van de hand. Geeft eigenlijk ook een beetje weer wat de spierkracht van het hele lijf is algemeen. Dus daar kunnen we ook een beetje een idee geven van fitheid en van de kracht. En hoe was het bij deze mevrouw? Of mogen we dat niet zeggen? Nou, dat mogen we wel verklappen, denk ik. Deze mevrouw die had knepen 30 kilo kracht.
En wat we hier doen eigenlijk is dat we bij elk circuit wel de uitslag opgeven. Maar samen met wat hiernaast bij de balans en daarnaast de 6 minuten wandeltest wordt er een meer algemeen beeld gegeven. En dan zullen zij daar kunnen zijn advies geven of kijken wat voor beweging u interesse in heeft. En wat zie je met grote letters balans staan? Yes. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee, we gaan 4 verschillende standen aannemen waarbij we eigenlijk gaan kijken in hoeverre is iemand... Een snel testje om te kijken hoeveel balans iemand heeft. En hoe doe je dat dan? Want ik zag net dat mensen met de voeten naast elkaar moesten. We beginnen eigenlijk bij de voeten goed naast elkaar staan. Kijken of ze dat 15 seconden kunnen volhouden. Daarna plaatsen we 1 voet. De patiënt mag zelf kiezen welke voet een halve pas naar voren. Kijken we opnieuw of die dat 15 seconden kan aanhouden. En vervolgens plaatsen we de voet recht voor de andere. Alsof je een tandem hebt, zeg maar. Ook weer 15 seconden. En als laatste... op 1 been. En kijken we of dat 15 seconden... Hoi, goedemiddag. Mag ik jou wat vragen? Ja, dat mag. Ik zie dat je hier, terwijl hier iemand struikelt, die zal wel heel moe zijn geweest, denk ik. De bedoeling was, maar nee, het is de bedoeling dat ze hier 6 minuten dus wandelen op een tempo, een lekker pittig tempo, had ze vol kunnen houden. En daar wordt een bepaalde afstand gemeten dan, of tenminste zo. Dus de bedoeling dat ze het zelf een beetje tellen met deze... Dingen, hoeveel keren ze rond die pionnen gelopen hebben. En die afstand die wordt dan verwerkt in een bepaald programma en daar komt een percentage uit. En dat, dat zegt iets over de conditie. Iets over de conditie van iemand. En wat zijn tot nu toe de scores? Valt het een beetje mee hier? Ja, dat is, ja wat valt mee? Ja. De meeste die ik heb gezien komen er wel goed uit, laat ik het zeggen. Ik zag dat u net onderuit ging. Hoe kwam dat? Even de vloer testen. De vloer testen? En was de vloer goed? Dat is perfect. En de conditie, wat denkt u hoe de conditie is? Ja, nou, we hebben we wel op, hè? Ik denk dat... Ja, dat gaat alweer, hè? Dat gaat alweer. Ja, ik heb... Dan zou ik maar denken dat dat mijn schoenen ligt. Ja, dat zullen we ook maar denken. Nou, zet hem op. Succes. Hoe gaat het met wandelen? Heel goed, heel goed. Ja? Denk je dat de conditie goed is? Ik denk het wel, ja. Ja, ja. Je zit op 12 al. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Ja, ik denk het wel. Dank je wel. Ik luister even mee, want u heeft heel het circuit net gedaan. Ja. Dat klopt, ja hoor. En de uitslag net gekregen? Ik heb net de uitslag gekregen. U kunt nog lachen, zie je. Ja, het was allemaal heel in het groen, dus Bourgondisch leven en toch in conditie blijven. Dat is wel eens lastig om daar een balans in te vinden. U zou mijn broer kunnen zijn. Succes in ieder geval ermee, dankjewel. Meneer Van Oosterhout, de knijpkracht hebben we getest en die is hartstikke goed, prima. De balanstest is ook helemaal goed, goed in balans. Belangrijk, de 6 minuten wandeltest, daar scoor je wat minder op. En dat houdt eigenlijk in dat je toch wat meer zou moeten gaan bewegen, omdat de conditie niet voldoende is. Oei, en nou? Ja, meer bewegen, maar dat dacht ik al, moet ik heel eerlijk bekennen. Nou, je had het aanzien komen dus. Ja, ik ken mezelf al een beetje. Oké, en wat geef je voor advies dan? Ja, ik geef voor advies om inderdaad heel regelmatig te bewegen. En eigenlijk iedere dag, hè, matig intensief bewegen, 30 minuten per dag zeker. We hebben in de gemeente heel veel mogelijkheden om te bewegen. En we hebben hier ook een tafel met, waar de buurtsportcoach staat. En daar zou je kunnen gaan kijken wat voor beweegmogelijkheden er allemaal in onze gemeente zijn. En dan kies je iets uit wat je leuk vindt, want dat is ook belangrijk. En het is ook heel leuk om het met anderen samen te doen. Dus eigen keus, maar het geeft je wat mogelijkheden. Dus meer bewegen. Ja. Meer bewegen. Nou, zet hem op. Maar ik begin misschien met hier nog eens een extra rondje lopen of zo. Het is het begin van een half uur per dag, hè? Ja, zet hem op. Succes. Dankjewel. Dankjewel.